Hallo, ik ben Zaakje en ik ga een speculaas perentaart maken. Hiervoor heb je nodig 1 pak koopmansmix voor speculaas, 175 gram boter, voor de vulling 1 pakje amandelspijs, 50 gram boter en 1 ei en 1 blik halve peren. De oven heb ik alvast aangezet om voor te verwarmen en het rooster iets onder het midden geplaatst. De springvorm ingevet en een stukje bakpapier op de bodem. Het deeg heb ik ook alvast gemaakt. Het deeg maak je met een mix voor koopmans en 175 gram boter. Het had goed om even het deeg even te laten rusten in de koelkast, dan kun je het namelijk makkelijker verwerken. Ik gebruik ongeveer 1/3 van het deeg gebruik ik voor de randen. En dan de rest gebruik je voor de bodem, maar bewaar wel een stukje voor de bolletjes voor bovenop. Op de deegbodem komt een lekkere amandellaag. Die maak je met boter, een eitje en een pakje amandelspijs. Je vindt het makkelijk om die een beetje te verbrokkelen. En dat mix je dan tot een glad mengsel. Het amandelmengsel mag je op de bodem doen en dat smeer je dan mooi even uit. En ik vind het makkelijk om dat met een natte lepel te doen, dan plakt het niet zo aan je lepel. Dan mogen de peren erin. Verdeel ze netjes. Laat ze eerst even uitlekken natuurlijk, zodat ze niet meer nat zijn. Maak van het restje deeg kleine bolletjes voor bovenop. Net of het pepernootjes zijn. En dan mag de speculaas perentaart de oven in. Bak hem in ongeveer 45 minuten gaar. Zo bak je dus een speculaas perentaart. Kijk voor het hele recept en meer lekkere variaties op koopmans.com. Veel bakplezier!